Hoi allemaal, ik ben Willem en ik ben de eerste winnaar van de Lanciersprijs. Nu alweer bijna 2 jaar geleden. En in deze vlog ga ik jullie wat meer vertellen over wat ik nou heb gedaan. En waarom ik nou in hemelsnaam ingeschreven heb voor de Lanciersprijs. Ik heb dus mijn onderzoek eigenlijk als scriptie gedaan. Ik had een bachelorscriptie informatica en daarin wilde ik heel graag wat meer te weten komen over de migratie tussen Oosterhout en Rotterdam. Mijn overgrootvader die is daarheen verhuisd. En toen dacht ik, gek dat ik helemaal niks over kon vinden. Dus wat ik toen heb gedaan is de hele burgerlijke stand aan elkaar gelinkt en vervolgens gekeken van welke mensen verhuizen er nou eigenlijk en wat voor migratiepatronen zijn er nou eigenlijk. Om er dus meer achter te komen over wat mijn overgrootvader dus had gedaan. Eigenlijk voelde het vooral heel erg onwerkelijk. Ik had het niet helemaal aanzien komen. Eigenlijk te mede ook omdat er de medefinalisten eigenlijk zulke verschillende onderwerpen. Die eigenlijk ook allemaal gewoon heel erg goed waren in hun categorie. Dus dan is ook maar kijken van wat vindt de jury nou eigenlijk. Ik denk dat het in de loop der tijd ben ik het wel steeds natuurlijk leuker gaan vinden en iets minder onwerkelijk. Ik merk ook wel gewoon dat andere mensen er leuk op reageren. Zeker ook omdat het voor mij dan een toevoeging is. Bovenop die informatica dat ik dit dan toch ook gedaan heb. En dat mensen vanuit de wat meer geschiedenis, archiefhoek dat ook kunnen waarderen. Ik heb mijn onderzoek eigenlijk met name aangemeld om aan anderen te kunnen laten zien van goh, dit heb ik ermee gedaan. En op die manier ook te laten zien wat mogelijk is. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat ook de hele kern is van die Lanciersprijs. Dat iedereen een bepaald onderzoek doet en dat hoeft dan niet per se het onderzoek te zijn wat ik doe. Maar natuurlijk ook heel veel ander geschiedkundig onderzoek en dat er een publiek voor is. En ik denk dat dit een heel mooie manier is om het publiekelijk uit te dragen. Vooral ook omdat je komt een paar keer op de blog te staan. In ieder geval de shortlist komt erop te staan. Als je dan bij de top 3 zit, dan kom je er nog eens een keer op. Dus dat geeft wel gewoon heel veel bekijks eigenlijk. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om toch eer van je werk te hebben eigenlijk.